We zijn nu in de salon van het kasteel. En de salon is door Frederik Hendrik van Oranje is die groter gemaakt. Want hij vond hem te klein. En wat een leuke anekdote is van deze ruimte is dat in die tijd had je de gentleman's agreement, dat er tijdens de lunch werd er niet gevochten. Dus hij zat hier heerlijk met zijn gezin. Je ziet hem hier op de achtergrond met de Maaien van Soms en de kinderen. Zat hij heerlijk hier te eten, te lunchen. En vanuit de Isabellenkazerne in Vught was er toch een kogel die deze kant op kwam en die letterlijk en figuurlijk zijn maaltijd verknalde. Hij was heel boos. Hij stuurde een bode naar de Spanjaarden toe. En die boden hun excuses aan door te compenseren dat zijn lunch verknald was door een stapel pannenkoeken mee terug te geven. En het verhaal is dus dat het de eerste keer was dat de kinderen pannenkoeken hadden gegeten. En sindsdien elk weekend pannenkoeken kregen.